Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live compleet hier op mijn kanaal Jaraski Gamer. Vandaag gaan wij hun Dominee 6 tegen 6 pokken spelen met de Argus Shotgun. Om eens even te kijken of wij natuurlijk deze enemies, toink, een poepje kunnen laten ruiken. Voor de mensen, toink, die niet weten wat de Argus voor shotgun is. Het is een shotgun waarmee, oh vieze kutcamper, waarmee je op het moment dat jij inzoomt, één grote motherfucking kogel schiet. Waarmee je de enemies gewoon op een best wel lange afstand kan killen. Maar op het moment dat jij niet inzoomt, dan komen er gewoon pelletjes uit. En dan is het lastiger om een bepaalde enemy te killen. Ik dacht dat ik iemand zag lopen, maar blijkbaar heb ik het helemaal mis gewoon. Doei. Maar het kan gebeuren. Ik heb Sixth Sense aan staan, dus ik wist dat die vent in mijn rug kwam door de Sixth Sense ook meteen. Dus dat is natuurlijk altijd mooi. Ja, vriend. Losing B. Ik weet niet meer waar die is. Ik weet niet meer waar die is. Die gozer. Die heeft een Marshall in zijn handen. En wat het kut is aan de Marshall. Is natuurlijk dat hij op korte afstand gewoon in één kogeltje je dood heeft. Dus vandaar dat ik heel rustig aanspeelde daarop. Ik durfde er niet op af. Puur gewoon omdat ik niet wist waar die gozer was. Dus het was een beetje mijn campy pantsy daar. Maar af en toe. Oh! Get fucking wrecked, bitches! Holy shit, ouwe! Ah, oh, kut, ik had die eerste ook moeten hebben, man. Ah, oh, die was fucking mooi, ouwe. Ik zweer het je. Die was echt fucking mooi, jongen, die triple daarop. Hé, hey, jongens! Duimpje omhoog als je het leuk vindt. Dat is sowieso natuurlijk. Ik blijf het maar altijd zeggen. Want dat zou ik awesome vinden, namelijk. Kut, kid! Jij bent een kutcamper, jongen. Kijk, dat was dus die gozer met die Marshall. Ik heb misschien wel een shotgun. Alleen de Argus shotgun is meer echt gewoon gemaakt voor de ja, wat langere afstanden, wat langere schoten. En er zit zo'n kutcampertje die een Marshall in zijn handen heeft. En die kan gewoon van die korte afstanden die gewoon in één fucking kogeltje killen. Dus het is gewoon niet leuk als mensen... Die voor je, jongen. Dat was die camper. Het is gewoon niet leuk als mensen dat wapen gebruiken. Maar ja, hey, ik kan er ook niks aan doen. Hij zit in de game. Ah, best! Geen pressie gebruiken, hond! Kak! Oké, de pressie is overpowered, jongens. Dat heb je ook nog eens, helaas. Is die nou al dood? Ik hoop die dood is. Anders ben ik zo meteen echt lul, jongen. Oké, thanks. Die voor je met je kut pressie, vriend. Boom! Echt, de Argus... Als je een keer niks te doen hebt, jongens, in Call of Duty... Pak gewoon de Argus erbij. Het is zo'n leuke... Bijzondere. Bijzondere shotgun om eigenlijk te gebruiken. Puur gewoon omdat er geen enkele shotgun is die op die manier schiet. Dus ik zelf vind het echt persoonlijk, als je gewoon fun wil maken in Call of Duty. Echt zeker weten, gewoon de leukste shotgun om daarvoor te gebruiken. En daar had ik echt super veel geluk, jongen. Holy shit. Hey, thanks teammate. Teammate gebruikt blijkbaar ook een Bressie. Dus daar ben ik eigenlijk wel blij mee. In dit geval dan. Oh, wat zijn allemaal enemies? Oh, shit. Er klopt helemaal niks van dat spawnsysteem op dit moment, by the way. Want we hebben C en A. Dat houdt in dat je twee homevlaggen hebt. En daardoor is het spawnsysteem echt gewoon helemaal kapot gegaan. Want wat je eigenlijk niet moet hebben in Call of Duty... zijn natuurlijk twee homevlaggen. En dat hebben wij op dit moment... hoe je het ook went of keert, wel. Dus het is niet handig dat we eigenlijk twee homevlaggen hebben. Maar... het gaat nog redelijk goed. Nee, teammate, niet doen, niet doen, niet doen. Zo loopt teammate. Ik zweer het je, ouwe. En dan ga je dood, hè, als je niet zit op te letten. Oké, roep de UAV en ze zitten hier nog meer. Ik weet dat je me kent! Maar we moeten heel veel opletten, ouwe. Die teammate die kent me, die gaat dus achter me aanlopen rennen. Vind ik helemaal niet erg, hoor. Want ik kill de enemies gelukkig nog wel. Alleen, daardoor gaan we wel net bijna dood met z'n... Oh, jij vieze camper. Ah, kak, hij wist dat ik eraan kwam. Het is wel lastig soms natuurlijk om met die Argus gewoon een kill te krijgen. Puur gewoon omdat... Je moet gewoon... Je hebt één kogel om raak te schieten. En als je die ene kogel mist, dan ben je gewoon kaart de lul, jongen. Dus... aan de ene kant is het natuurlijk super lastig. Maar aan de andere kant... voegt het ook weer iets leuks natuurlijk met zich... toe. Niet met die Marshall hier zitten. Hij zat er met de Marshall. Hij zat er met de Marshall. Ik wist het gewoon, hè. Ik zei het al voordat ik naar binnen liep, hè. Ik zei het al voordat ik naar binnen liep. Hij zit daar. 31-7. Lekker bezig, jongens. Let's fucking go, boys. We gaan hard, jongen.
Hey, teammate, jullie doen het ook goed, man. Het was wel van last natuurlijk dat we twee home-vlaggen hadden en niet de B-vlag hadden, maar... Uiteindelijk was het wel omgekeerd. En de enemies pakken eigenlijk helemaal geen vlag. Ik zelf heb ook nul captures. Ik heb het gewoon aan mijn teammates overgelaten. Dus ze hebben de vlag gepakt. Helemaal toppie. Helemaal tip-top in orde. Dus dankjewel daarvoor. En ik ben best wel een beetje voor de kills nu aan het spelen. Maar af en toe natuurlijk hoort dat er ook wel bij gewoon. Oeh, we zijn gecounterd. Uh-oh. Hallo jongens. Counter worden is nooit leuk. Ik kan dus ook... Ja, shit. Ik heb niet eens een UAV of zo. Ik kan er niks tegen doen helaas. Niet doen, vriend. Onze B-vlag. Oké, hier zitten ze sowieso een beetje te campen. Oké, teammate heeft er twee. Teammate heeft er twee. Ren door dan, jongens. Ren door. Voordat ze opnieuw zijn gespand. Oh, zit onspan. Zag je het? Een beetje zigzag erin rennen. Gelukkig heb ik tactical mask. Dankjewel daarvoor. Anders was ik gestund namelijk. Oh, kut! Oh, ik schoot mis! Fuck, waarom schoot ik mis? Ah, kak! Dat bedoel ik dus. Als je één kogel misschiet en daarna ook nog eens een hitmark krijgt... ...ben je gewoon keihard te lul, jongen, met dit wapen. Ik weet niet wat jij deed, vriend, maar dat was niet handig. Geen flauw idee waar hij mee bezig was. Oh my god, ik weet niet waarom ik drie keer... Ik schoot daar drie keer mis. Vraag me niet waarom. Die was echt meegescheef. Sorry. Het spijt me. Dat was mijn schuld. Ik wou die camper killen, maar ik wou te snel schieten of zo, denk ik. Ik weet niet wat er gebeurde. Dat ging niet zoals dat moeten gaan, maar ja. Kan gebeuren, hè? Nee, Bressie. Nu op zij B. Shit, dat was mijn schuld. Het is moeilijk hoor met dit wapen soms. Oh, hij zit daar weer te campen. Ik wil een beetje eigenlijk die B-vlog pakken, maar ik ga het niet riskeren, man. Kutwapen! Fucking Bressie, jongen! Als je by the way hitfight met dit ding, dan is het ook echt, heb je een grote kans dat je een hitmark krijgt. En dat is zoals je zelf ook al ziet, wel best wel vaak ook. Echt, gamerboss, ik zweer het je. Steek die Bressie in je fucking aars, ouwe. Ik fucking zweer het je. Die voor je, kutlul. Geef dit ding nu maar aan mij, want nu ga ik ermee spelen. Overpowered kutwapen dat het is. Ik ben gestukt. Oh, ik ben dood. Ik heb mijn teammates mee de afgrond ingenomen, ouwe. Ik was gestukt en mijn teammates en ik gingen er dood, jongen. Sorry, teammate. Oh, shit. Het spijt me, oké. Het spijt me. Oh, waarom begonnen we zo goed? Waarom zwakken we nu zo af, jongens? Wat is dit? Uh-oh. Holy shit, daar had ik geluk, jongen. Zo, die knetter, hé. Ik weet nu niet waar ze zijn gespand. Want ze zijn volgens mij nog steeds bij aangespand. Dus ik heb dan best wel in mijn rug. Die hoorde ik, jongen. Die hoorde ik, gelukkig. Ze zit daar, oh, zit daar achter ons op te wachten. Teammate. Ja. Ik vind het leuk dat je me blokt, teammate, maar... Is die nou dood? Ja, hij is dood. Oké, gelukkig. Ik kwam de deur niet meer uit, mijn teammate stond erin. Dus dat gaat mij natuurlijk ook niet meer lukken, helaas. Oké, jongens. Kom dan, want ik weet dat ik er zit. Kom maar nu ook, want jullie staan ons daar allemaal op te wachten. En heb ik dus mooi gezin in. Ze staan er achterin bij... Ze staan achterin bij A, man. Kutzooi. Ze zitten... Ik kan er niet op af. Ze staan... Kijk, ze staan hier. Oh, die is wel doorgelopen. Oeps. Wat de... Oh my god, we zaten... Ja, kak, jongen. Ze kwamen er uiteindelijk wel op af, gelukkig. Ik kan er niet op afrennen, weet je. Ze staan hier daar met shotguns en weet ik wat allemaal op te wachten. Dus ik kan daar sowieso er niet op af. Ze staan daar helemaal achterin bij aan, namelijk. Zie je? Gelukkig maak ik geen grapje, want ze staan er allemaal namelijk. UAV, ready for deployment. Doei, jongen. Oké, wacht, ze komen er weer aan. Be advised, hostile UAV incoming. UAV, shoot.
Kut zo, jongen. Ik kom hier niet meer weg. Weet je wat, de ballen. Wat ik ga doen? Ja, kut. Ik ben online gooien. Kut, we zijn gecounterd. Oh, fuck. Ja, dan werkt dat ook niet, helaas. Oh, je hebt ze al. Lekker, teammate. Lekker, jongen. Oké, nou, dan zijn ze in ieder geval nu gecleared, Tiro. En een potje zit er ook bijna op. Oh, geniaal, jongens. Ze bleven daar maar staan. Hè. Hier zit er sowieso een. Ja. Hoppatee. Doei, jongens. Gaat hij daar staan, hè, met zijn Manowar? Het ene plekje werkte niet meer, toen ging hij daar maar staan. Ze stonden de hele tijd bij die aanvlag, achterin bij die trein, stonden ze stil, jongen. En met de shotgun zoals de Argus. Kijk, ik kan er wel op afrennen, maar dan ga ik sowieso gekild worden. Dus ik dacht, weet je, ik ga gewoon ertussenin staan. Ik wacht jullie gewoon netjes op. Ik kreeg uiteindelijk mijn Annihilator nog. Ik rende nog om ook. En het is gelukt. Ah, gelukkig, jongen. Ik moet zeggen, de tweede helft gingen we wel een paar keer achter elkaar dood. Dat was natuurlijk jammer, maar ja, dat kan wel eens gebeuren natuurlijk in Call of Duty. Maar 56-15 met 1 capture. Dankjewel, teammates, voor het pakken van de vlaggen. En 5 defense, gewoon een mooie score natuurlijk met de Argus shotgun. Dus we hebben ons best gedaan. We hebben goed gespeeld. Ik hoop dat jullie hebben genoten, jongens, van deze video. Als je hebt genoten, dan natuurlijk zoals elkaar op like nog. Bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt allemaal voor het support. Vergeet niet te abonneren voor meer. En tot de volgende keer. Bye bye, mensen.